staan de punten zoals je het voelt en dan moet je dat tellen. En dan kom je precies uit op de 602. Dit zijn hele bijzondere stenen op een bepaalde manier. Niet dat ze vierkant zijn, maar ze hebben de Nederlandse tekst voor op de steen. In de richting waar alle andere stenen hun Hebreeuwse teksten hebben. En op deze steen achterop staat een Hebreeuwse tekst. Dat komt in Nederland bijna niet voor. Ik dacht dat het ook bij een Spanjaard in Borne was, maar dat is ook niet zo. Niemand heeft dat nog weer gevonden. De betekenis daarvan is in principe onduidelijk, maar het lijkt erop dat het zo zou zijn dat het een kwestie van integratie is. U hebt een grote voorliefde voor Joodse begraafplaatsen. En die speciale grafzerken die daar staan, daarvan vertaalt u de teksten. Waar komt die voorliefde vandaan? Ja, voorliefde is het geworden, maar het was eigenlijk toen ik 70 werd, toen had ik andere zaken, kerkbestuur enzovoort, erop zitten. En toen wilde ik, en koren leidde ik altijd, amateurkoren. En toen wilde ik wat anders doen. En toen zei iemand tegen mij, Otto Mulder, jongen, Hebreeuws, is dat niet wat voor jou? En zo ben ik met klassiek Hebreeuws begonnen. Maar dan kun je niets anders meer doen dan dit werk. En bent u echt lessen gaan volgen om dat Hebreeuws te kunnen vertalen? Ja, ik heb er ook jaren over gedaan. In de eerste 3 jaren, dan denk je de anderen, als je de anderen dan hoort, nou, je bent veel te laat. Maar dan krijg je het in 1 keer te pakken en door, want het is een Semitische taal, dus het is een heel andere constructies. Het werkt helemaal anders, maar het is een taal met allerlei lagen erachter en dat maakt het interessant. Kijk, hier staat dat hier is begraven. Koningman. Hakatzin, dat is een functie die hij heeft gehad in het bestuur van de synagoge, het bestuur. De geachte Gaïm. Gaïm betekent leven, Gaï is leven. En daar zitten ook hele verhalen achter. Maar dat is oorspronkelijk, dat is geen Bijbelse naam. Dat is een naam die uit de tijd komt van de Sefardische tijd en Noord-Afrika. Maar goed. De zoon van Achter, Moshe, dat is zijn vader, Salomonson. En de naam van zijn moeder was Rechle. Kijk, dat betekent natuurlijk Rachel, maar dit is de Jiddische vorm van de Bijbelse naam Rachel. Waar doet u dat allemaal? Waar, bent u alleen in Almelo bezig of bent u ook op andere plaatsen actief? Nee, ik was ook lid van een vereniging tot bevordering van Hebreeuws. En die hebben een blad. En toen kwam er een blad waarin stond dat alle Joodse begraafplaatsen, die zouden worden gedigitaliseerd zodat, en vertaald, zodat iedereen daarop kon zoeken. Hè? De familie in ver weg, in Israël of in Amerika. En toen heb ik geschreven dat ik een grote interesse had, want ik wist niet dat ik, of ik het niveau had. Nou, dat is gelukt. Ik had wat werk gemaakt zelf van de oude begraafplaats en de kerk als weg. En dat heb ik meegenomen. En ik moest naar Amsterdam komen en praten. En het antwoord 's avonds was, u kunt ons best helpen. Begin maar met Almelo. Ja, en ik was hier nooit achter de muur geweest. En dat was mijn eerste opdracht. Dus ik doe dat voor het Stenen Archief, een Joodse stichting is dat. En dan heb ik het hele land. Dan zit ik in Diemen. Nu ben ik met Diemen bezig om te vertalen. En Muidenberg, Zaandam, Arnhem, alles gedaan. Ik heb er heel veel gedaan, maar ik tel niet meer hoeveel. Ja. Maar voorlopig zit u nog niet achter de geraniums? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik werk er dagelijks aan hoor. Je bent hier dagelijks mee bezig en het is zelfs overal in de gemeente opgevallen, want u hebt er zelfs een lintje voor gekregen. Ja, inderdaad, het is opgevallen, ja. En hoe zegt Van Dreven dat ook? Het is gezien. Ja.